Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier, Termee 2000, Fred Rompelberg Bicycle Holidays, Neptunus Structures, Keram, New Energy Systems en Fennings Wooncentrum. De ploeg van Peter Sagan, die waren nog altijd niet eens met die beslissing om Sagan uit de Tour te zetten 2 dagen geleden. En zeiden: we gaan naar het hoogste sporttribunaal, het CAS. En die hebben vandaag inmiddels laten weten dat ze dat protest niet honoreren en dat er dus eigenlijk die beslissing van de jury niet wordt teruggedraaid. Sterker nog, de ploeg, die opperde zelfs, wij willen Sagan gewoon terug een koers, na 2 dagen niet gekoerst te hebben. Ja, dat is belachelijk, maar dat kan natuurlijk niet. Weet je, ik snap wel dat ze gefrustreerd zijn, dat was ik ook, ben er ook over teleurgesteld, maar je kan natuurlijk niet naar het hoogste sporttribunaal gaan en dan zeggen van hij moet terug in koers. Deze gasten hebben vandaag een rit gehad van 200 kilometer. Gisteren ook. En gisteren was serieus bergop, heb Sagan niet gedaan en dan gaan we zeggen van morgen gaat hij weer in koers. Ja, dat kan natuurlijk niet. We zijn bezig met een wedstrijd over 21 etappes. En ze hebben hem eruit gehaald. Nou ja, daar moet je mee dealen, hoe jammer dat ook is. Ja, dus die zaak werd snel gedaan door het CAS. Oké, dat gaat dus verder niet door. De jury handhaaft dat besluit. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier, Termee 2000, Fred Rompelberg Bicycle Holidays, Neptunus Structures, Keram, New Energy Systems en Fennings Wooncentrum.